vonden we gewoon echt niet veilig. Helaas was er geen stal. Was een beetje een miscommunicatie. Ja, ik liet ze gewoon echt niet met een fijn gevoel achter, omdat ik gewoon weet van... Waarom trek ik altijd die krijsende kinderen aan? Diablo. Ik wist niet eens dat jij een hond... Waarom ben je dat zo groot? Holy shit. Oké, we zijn ondertussen thuis. Maar dit wordt vervolgd, want ik ga jullie nog een dag gezellig meenemen. Maar ik moet jullie wel eventjes bijpraten, maar dat ga ik eventjes in het volgende shot doen bij de ponies. Dus blijf zeker kijken. Back at it again! Het is vandaag zondag. En wij zijn alweer druk in de weer met de spullen voor de stand. Wij zijn nu onderweg naar de stand toe. Dan gaan we jullie vandaag weer gezellig meenemen. Doe je mij nou na? Oké, goedemorgen. We zijn er weer. Goedemorgen, pap. En we hebben de stand ook weer bij liggen. Zo ziet het eruit. Goedemorgen. En kijk eens waar de ponies staan. Oh, nu is het oh, daar. En vanochtend kwamen ze heel schattig kijken. Echt leuk dat ze zo in de stand. Maar hier worden ze wel echt super mak van. Want ze staan hier echt zo bij dit kinderpaleis, zeg maar. En het boeit ze helemaal niks. Ze zijn zo braaf. Goedemorgen, Boetsie. Boetsie. Hoi, Boetje. Diablo. Kijk eens wie hier zijn. Boetje en Diablo, die staat daar achter. En ik had beloofd dat ik jullie nog even ging bijpraten. Ik hoop dat jullie me kunnen horen door al dat gekrijs hier op dat springkussen. Want we zitten echt naast het kinderspeelpaleis. Gisteren stonden de ponies dus in de paddock. Maar die paddock was gewoon veel te hoog. Waardoor de ponies er gewoon echt onderdoor konden. Dus dat vonden we gewoon echt niet veilig. Helaas was er geen stal. Was een beetje een miscommunicatie, dus ik had de ponies hier echt niet met een fijn gevoel achtergelaten. Ik ga er heel eventjes in, omdat... ik hoop dat dit goed gaat. Oké, ik ben eventjes hier gaan zitten. Dan kan ik even rustig mijn verhaal doen, zonder dat ik 100 krijsende kinderen in mijn oren heb. De paddock was gewoon veel te hoog. En ja, het was wel afgesproken dat de ponies hier zouden blijven slapen. Dus... Ja, ik liet ze gewoon echt niet met een fijn gevoel achter, omdat ik gewoon weet van ze kunnen gewoon heel makkelijk ontsnappen en dat voelt gewoon echt niet fijn. Dus toen hebben we ze hier ingezet met de ponies van Kitty en Christy en dat ging gelukkig goed. Maar oh, ga je meegeven? Ga je meegeven? Wat mooi, Diablo. Want toen, als ze samen zijn, dan voelen ze zich zeg maar een soort kuddetje en dan ontsnappen ze gewoon ja, iets minder snel. En dat is gelukkig ook goed gegaan. Dus... toch nog met een gerust hart naar huis kunnen gaan. En nu staan ze hier gezellig zo met z'n allen. Diablo, ik ben geen blok. Ik ben geen blok, Diablo. En het is wel leuk, want ze staan hier ook zo naast de stand. Kijk, dit is zo het stukje. En daarachter is zo de stand. Dus dat is wel leuk. En hierachter gaan ze dadelijk weer beginnen. Dus één gezellige bende. Diablo, laat eens zien wat je op je hoofd hebt. Zie ik daar nou een kleine glitter? Wat een gezellige bedoeling. En nu zijn de ponies van Kitty en Chris even weg. En dan gaan ze inneken. Ah, echt schat. Gewoon één kleine familie, hè, Boetje. Ja. Ik hoop dat jullie me trouwens een beetje kunnen horen door de wind. Maar ja, zoals jullie al wel hadden gezien, is het niet echt zomers weer. Eerder herfst weer. Maar, waarom trek ik altijd die krijsende kinderen aan? Dus vanmiddag om 3 uur hebben wij weer een show met ponies. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Ik was eerst een beetje bang dat vooral Diablo misschien heel moe zou zijn. Want hij is natuurlijk zonder zijn mama Donna, zonder zijn vriendje Diego. Maar hij is eigenlijk de hele tijd wel aan het schooien of hij iets mag doen met trucjes. Hij heeft best wel veel energie. Dus ik denk dat hij goed heeft geslapen. Heb jij goed geslapen, kleine snuiter? Heb jij goed geslapen, kleine snuiter? Dus ja, daar ben ik wel erg blij om. Ik ga zo eventjes in de stand staan. En dan ga ik even kijken of ik ergens... Love you. Even iets kan eten. Gaat gelukkig al wel iets beter met mijn maag. Ik ga niet te hard schreeuwen. En dan ja, gezellig in de stand staan. Ga ik jullie vandaag weer meenemen... dit leuke evenement, want het is echt wel een heel leuk evenement en het is voor ons op zich ook nog wel redelijk in de buurt, Beekbergen.
Dus super veel zin in. Niet bekvechten, liefde naar elkaar. Romantisch. Ook echt booty knuffelen. Oké, Diablo. Wel, dus, nou ja, hij is net ontsnapt met Boots. En nu hebben we de hele boel afgebivakkeerd met allemaal van die bankjes. Maar anders gaan ze gewoon, blijven ze gewoon ontsnappen. Dus. Maar ze willen nu naar de ponies van Kitty en Christy toe. Want die hebben nu show. Kijk, ze zijn echt een poging aan het doen om te ontsnappen. Dus ik hoop dat die bankjes in ieder geval ja, ze een beetje hier in de paddock houden. Maar ik denk het niet. Diablo. Je ziet gewoon aan zijn hoofd dat hij een plan aan het bedenken is. Neemt hij daar waarschijnlijk een aanloop en dan springt hij er gewoon tussendoor. Zie je, dan wordt hij geïrriteerd. Ik weet precies wat hij nu wil. Diablo, nee. Nee, Diablo. Je moet nog even wachten. Oké, hier gebeurt iets heel grappigs. Dan moet ik echt even vastleggen op film. Druk dan niet door op mijn map nu. Oh, mijn vader die gaat zijn handtekening zetten. Ik wist niet eens dat jij een handtekening. Waarom ben je dat zo groot? Dan is hij gelijk vies. Nou, waarom doe je dat zo groot? Ik doe altijd zulke grote handtekeningen. Nou, wat is dit nou weer voor kladde handschrift? Kijk, kijk eens hoe mooi ik mijn best doe. En dan komt dat spijkerhandschrift van jou ertussen door. That's me. Dat is toch alleen maar leuk? Nou, de ponies zijn er helemaal klaar voor. Ik ben er ook bijna klaar voor. Ik ga ze zo nog eventjes een rondje laten lopen. Dat vind ik zelf altijd wel erg belangrijk. Dat ze eventjes kunnen kijken waar ze zijn. En ik begin ook altijd met de basis tijdens mijn demonstraties. Maar dan heb ik eventjes de connectie zeg maar, met mij en de ponies. Ja, dat is heel erg goed. Leuk rijden. Ja, hier wordt er super enthousiast van. En dan vraag ik hem om te knielen. Kom maar. Ja, mag. Super goed. Ja, heel goed joh. Je denkt überhaupt aan trucjes met een pony. Ja, toen zei de eigenaar van Donna van nou ja, het is gedekt, volgend jaar krijg je er een vleesafscheid. En daar was deze kleine snuiter. En nou ja, die hebben we uiteraard niet kunnen verkopen. Want soms verwart hij het achterwaarts ook nog eens met het snuiteren. Maar daar heb ik even wat meer over vertellen. Goed zo. Hallo? Ja, goed zo. Holy shit. Het is zo typisch Nederland. Daar schijnt de zon. Kijk, lekker weer patatje. Zie, allemaal prima. Dan moet je dit zien. Oh. Nom. Zie je weer te eten? Jij? Nee. Zo, ondertussen ben ik helemaal ontploft, zie ik, door de wind. Ik zit hier nog eventjes mijn laatste koffie op te drinken. En dan gaan wij zo met de ponies richting stal. Want we vinden het wel mooi geweest. En Diablo die probeert nu weer te ontsnappen. En ik wil echt niet dat hij dadelijk ontsnapt en ergens naartoe rent. En ergens in dat parcours komt. En ik vind het eigenlijk ook wel mooi geweest zo voor de ponies. En ik vind het ook best wel druk. Wat ik al zei, we zitten hier echt zo naast het springkussen. En ja, de ponies die worden gewoon... Het is heel leuk voor ze, of voor de kinderen, maar ze worden de hele tijd geaaid en geroepen. En dat is eventjes leuk, maar de ponies hebben gewoon geen rust. En ik zie nu echt wel dat, tenminste ze laten het niet merken, maar ik zie gewoon ze zijn moe. En dat is voor mij wel echt een teken om te zeggen van, nou we gaan nu echt naar huis. Show ging trouwens echt super goed, heel erg goed gedaan. Diablo deed het echt heel erg goed, zijn derde show.
boots en de top zoals altijd. Dus we gaan de ponies eventjes de halsertjes omdoen. En dan gaan we ze naar de trailer brengen. En dan gaan we weg naar huis. Ik ben heel erg benieuwd ook hoe Donna gaat reageren. Want die zit Diablo natuurlijk weer. Dus ik ga jullie weer meenemen. Hoi. 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 Hoe heet die muziek wat ik voor jou niet op mag zetten? Paramuziek. Paramuziek. Ik zeg tegen mijn vader, ik doe even het geluid wat zachter, anders wordt mijn video zo geblokkeerd. Maar ik zeg tegen mijn vader, zullen we een leuk muziekje opdoen? En ik dacht van, nou, hè, je hebt er een heel weekend op zitten, we zitten een beetje in te kakken. Wow, waarom ook zo licht? Ik dacht, ik gooi er even lekker een beukertje in. Zegt hij niet die paramuziek opzetten? Piu, 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 piu. Ja, dit verstaat hij dus. Even kijken als paramuziek, want ik ben natuurlijk helemaal lijp van de outsiders. Dus hij wil niet dat ik... We gaan er eens eventjes een bij pakken. Nou, pak gewoon lekker standaard Engel bewaarden. Vindt hij niet leuk? Dat gaat wel. Dit vind jij niet leuk? Hier word jou helemaal... Hier ga je al van schuim bekken. Hier kan die al niet tegen. Ja. En nu zegt hij, ik wil rust voor de chats. Die horen dit ook echt. Dandy. Nou, ze zijn weer herenigd hoor, jongens. Zo, eindelijk weer bij mama. Hé? Zo, moeders, wat kijk je vrolijk. Kan nog vrolijker. Oh. Donna. Nou. Chagrijn? Ik vind het wel fijn dat ze terug zijn. Ja, want we hoorden je allemaal hinneken, Donna. We hoorden je allemaal hinneken, hoor, meisje. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, in ieder geval, ponies staan weer lekker bij hun vriendjes. En deze gezellige tante. Ah, oh, net een getrouwd stel. Zo jongens, dan zit het showweekend er alweer op. Het is echt heel erg snel gegaan. En ik ben echt super trots op de ponies. Ik blijf het maar zeggen. Maar ik vind het gewoon super knap. Kijk, van Boots, die gaan natuurlijk al jaren met me mee. Boots is gewoon echt mijn toppetje. Die doet het gewoon altijd goed. Ik weet gewoon wat ik aan die pony heb. Maar Diablo, hij is pas 4 en dan al zo ontzettend braaf. En ik heb het niet allemaal gefilmd. Maar na de show kwamen er echt heel veel kinderen om hem heen staan. En ook gewoon echt achter hem. En hem helemaal ook aaien en kroelen. En met dat gebeurde waren er ook gewoon... paarden met de karren die voorbij reden, springkussens, gewoon echt heel veel om hem heen en gewoon zo super braaf blijven. Dus ik ben echt, kijk ze nou staan, cuties. Echt super trots op de ponies en het was ook super gezellig met My Little Ponies, met Kitty en Christy. Dus ik ben ook wel erg blij dat hun er ook bij waren. Dat heeft het weekend echt ook super, super leuk gemaakt. Dus het was super gezellig. Dan ga ik bij deze de video afsluiten. Laat eventjes een leuke reactie achter als je tot het einde hebt gekeken. Deze video mag je uiteraard ook weer delen. Duimpje omhoog. En dan waait het nu echt super hard, dus ik ga snel afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie heel graag weer in de volgende vlog. Doei doei!